Goedemorgen, we zijn weer bij een nieuwe vlog, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En we zijn geopend voor buitenverkoop en bestellingen. Dus dan ga ik jullie toch even laten zien. Zoals je ziet hebben we van alles klaarstaan. Het is echt wel te koud om de boeketten buiten te zetten. Maar we gaan straks de deur afzetten hier. Zodat mensen in de deur openen eventueel hun bestelling kunnen afhalen. Ondertussen zijn we in de winkel druk aan het opruimen, bestellingen aan het maken. En gaan zo maar door, dus kijk zelf mee. Hier ben ik nu bezig met het vinden van een krans. Ik heb zojuist een heel leuke DIY opgenomen die al online staat als jullie deze vlog zien. Echt super tof, ik ben er helemaal blij mee. Heel leuk. En we hebben ook bloemen binnengekregen, want we krijgen gewoon weer verse bloemen binnen. Voor alle leuke bestellingen. Ondertussen is het hier een klein beetje een soortje, want we zijn ook aan het kijken wat er allemaal nog is. En online aan het zetten en aan het inpakken, pakketten aan het inpakken. En ik kreeg net een pakket binnen van FlexiSport. Echt heel gaaf, want een nieuwe werktafel. Die ga ik straks ook nog in elkaar zetten. Dus heel blij mee, een zwarte werktafel. Dus dan heb ik straks een heel mooie, mooie plek om te filmen. Of in ieder geval ook om over te werken. En ik weet nog niet precies wat, hoe of wat. Maar in ieder geval blij mee. En er zit ook een onderstel bij, dus die moet ik zelf in elkaar gaan zetten. Dat wordt nog wel een dingetje, denk ik. Maar het zal vast niet moeilijk zijn. Neem ik jullie ook even mee. Zo, ik ben lekker bezig geweest met bestellingen. Heel veel zijn al weg en bezorgd, dus dat is fijn. Maar ik heb een pakketje binnengekregen van FlexiSport. En daar zit een nieuw bureau in, of een nieuwe werktafel om op te werken. En die ga ik zo even uitpakken en aan jullie laten zien. En het voordeel van dit bureau is, ik vind altijd als je gaat werken of gaat bloemschikken en je doet dat gewoon thuis of... waar dan ook, dat je vaak niet op de goede hoogte werkt. Dan krijg je altijd zo'n zere rug en dat soort dingen. Dus ik werk altijd liever wel op een bepaalde hoogte, dat je gewoon geen last krijgt van je rug. En het voordeel van dit bureau is dat je hem op hoogte kan verstellen. Dus het is echt ideaal als je een bloemstukje wil maken, als je wil staan of als je net even wil zitten. Oké, ik ga hem in elkaar zetten en dan moet ik heel eerlijk bekennen dat ik niet heel technisch ben. Dus ik ben benieuwd hoe ver ik kom en anders dan moet ik even hulp vragen. Maar ik ga in ieder geval beginnen. Oké, ik heb alles even uitgepakt. Er is een handleiding bij. Alles is netjes genummerd. Dit moet toch lukken, neem ik aan. Ik ben trouwens blij, er zit gereedschap bij in. En ik was wel een beetje bang van dat niet zou zijn. Daar ben ik blij mee, want ik had hier niet meer zoveel gereedschap liggen. Dus dit moet mij toch lukken. Hij is trouwens elektrisch verstelbaar, dus echt ideaal. Fijn om het op de gewenste hoogte te doen. Dus ik ga hem proberen in elkaar te zetten. Het is gelukt, hij staat in elkaar. Ik moest eventjes een klein beetje hulp bij het elektrische gedeelte. En dan denk je, een bureau elektrisch kan automatisch omhoog en naar beneden. Ik geloof het eerst niet helemaal. Maar echt, dat kan. Het is echt heel cool. Ik ga het even laten zien. Hij is nu echt heel laag. En dan zit hier zo'n kastje. En daar kun je mee omhoog. En dit is echt ideaal, vind ik. Want je gaat toch al naar voren of naar achteren. In ieder geval niet op goede hoogte werken en dan krijg je echt heel snel rugkrachten. En dit kan je helemaal naar je eigen hoogte stellen. Dus dat is echt ideaal. Echt heel erg blij mee. En vooral met bloemschikken.
Ja, gewoon heel blij. Hier ga ik mooie nieuwe video's mee opnemen. En ook mooi strak het zwarte. Dus ik zal het linkje van dit bureau eventjes in de beschrijving zetten. Dan kan je eventueel kijken van, je hebt hem in allerlei kleuren. Dus ik ben er heel erg blij mee. Dus Flexispot, dankjewel. Ik ga hier veel bloemstukjes op maken. En wat ik ook nog wil laten zien. Ik heb heel veel leuke ondergronden binnengekregen voor DIY. Wat ik heel erg leuk vind. Natuurlijke houten dingen. In verschillende. Dit is ook echt een heel leuk ding. Hij is veel groter op de dan dat ik dacht op de foto. Heel leuk deze houdertjes. En weer teak houten ondergronden. Dat is altijd echt super tof. Daar gaan we mee aan de slag. En deze. En ik heb nog wat industriële dingen in de doos. Dus echt super leuk. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Dus ga je zien in nieuwe DIY video's. De video staat er weer op. Hij is echt super leuk. Ik weet niet of deze video eerst online komt. Of de vlog. Of de DIY video. Maar dat zien we vanzelf. Maar ik heb in ieder geval het bureau even goed uitgetest. En ik ben er gewoon echt ontzettend blij mee. Maar deze video is ook echt super leuk geworden. Kijk dan. Echt heel gezellig. Ook met een lampje erbij in. En wat voorjaarsbolletjes. En het leuke is, als je allergisch bent voor hyacinten. Dan kun je toch deze op deze manier verwerken. Omdat je dan niet zoveel last hebt van die sterke geur. En het materiaal wat erin zit, laat maar zeggen. Dus echt super leuk. Ik ga nu afsluiten en dan is het morgen weer een dag. Zo, de dag zit erop. Het was een lekker druk dagje. En wat ik nog even wou zeggen is, vanaf volgende week is er weer een normaal uploadschema. We gaan eventjes een paar dagen genieten van een paar dagen vrij. Dus dat is wel eventjes lekker. Na alle drukte en hectiek. En ik wil jullie allemaal hele goede feestdagen wensen. Geniet ervan met z'n allen. En dan zien jullie mij volgende week woensdag weer met een nieuwe DIY video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Even een duimpje omhoog. En hele fijne feestdagen. Doei!